Hallo. Hallo. Ik moest wel een beetje lachen. Laatst. Nee, eigenlijk moest ik helemaal niet lachen. Want ik kreeg het zoveelste verzoek, hè, voor een videoboodschap. Omdat er iemand jarig was. En ik denk, om aan te geven dat ik daar geen zin in heb, post ik die screenshot. Hè, op Instagram. Instagram. Van joh, ik heb er geen zin in, laat me lekker met rust, weet je. Want ik krijg fucking veel van die vragen. En ik kan daar niet aan beginnen. Want ik heb daar geen zin in. Ik heb dat ooit één keer gedaan, een paar jaar geleden. Omdat toen de tijd vroeg iemand aan me. En toen dacht ik, oh, leuk. Leuk. Dat doe ik. En tuurlijk, als je jarig bent, dan feliciteer ik jou. Vanuit mijn hart. Van harte gefeliciteerd met jouw fucking verjaardag. Leuk dat je erbij bent op aarde. Huh? Maar ik ga toch niet de hele fucking dag videoboodschappen inspreken. What the fuck, man. Ik heb er geen zin in. Dus dan doe ik het niet. Ik doe alleen dingen die ik leuk vind. Huh? Dus dat. Maar wat gebeurt er dan vervolgens? Ik post dat ding op Insta. En ik krijg nog meer verzoeken om videoboodschappen te maken. En dan begrijp ik het even niet. Dan begrijpt Vincent het even niet. Ik geef aan, ik vind het niet leuk. En wat doen jullie? Weet je? En er wordt ook geld geboden. Hoeveel geld wil je hebben? Ik hoef geen geld te hebben voor wat ik doe. Want ik doe het omdat ik het leuk vind. Nog voor geen fucking miljoen, biljoen, triljoen euro maakt Vincent een videoboodschap. Want Vincent is niet te koop. Ik ben geen commerciële hoer. Ja? Dus dat. En weet je, als je een vraag hebt over het leven. Of je zit ergens mee. Tuurlijk, dan kan je me mailen. Dan help ik jou. Dan sta ik altijd voor je klaar. Maar kom niet met bullshit naar me toe. Of stomme vragen of stomme opmerkingen. Om een beetje aandacht van me te krijgen. Daar heb ik geen zin in. Maar goed, ik snap dat jullie met heel veel vragen zitten. Hè, over het leven. En daar wil ik jullie graag bij helpen. Maar dan gaan we het even anders doen. Dan geeft Vincent een ceremonie. Hè, waarin ik al jullie vragen zal beantwoorden. Over mij en over het leven. En over de lach. Hè. Ja, en dan doen we dat in Carré. Vincent in Carré. Dus laten we dat maar doen. Dan gaan we daar met z'n allen aan werken. Hè? Carré Amsterdam. Ceremonie. Volgend jaar misschien of het jaar erop. We kijken hoe het zich manifesteert. En nou, daar gaan we dan. Dit was mijn videoboodschap. Hallo!